Nederland die had het zaterdag met name over jou, Nederlandse civiele fans. Ik denk ook terecht. Hoe heb je het eigenlijk gevierd die dag? Er is nog wel wat om afgekomen eigenlijk naar de finish. Hoe ik het gevierd heb. Ik heb het eigenlijk niet gevierd, want ik ben daarin alleen maar geleefd. Terwijl het eigenlijk wel een prestatie is om eventjes toch uitgebreid bij stil te mogen staan. Ja. Het is gewoon super om eigenlijk in een week tijd je zo voor te bereiden en dan zo'n koers te rijden. En eigenlijk alles wat je in je hoofd hebt en wat je met de ploeg Veranda Willems afspreekt. Ja. En dan zo'n koers te rijden. Laten we even helemaal teruggaan naar het begin. Een week van tevoren hoor je dat jullie mogen starten als Veranda Willems. Ja. Omdat Giant Alpecin zich afgemeld. Ja. Jij wist dan al gelijk, ik mag starten dan? Niemand eigenlijk wist het zeker. Eigenlijk pas de eerste etappe van Houtervaar, die was voor het vrijdagavond. Ja. Op zaterdag hadden we Houtervaar en zondag twee etappes. En ja, zaterdag reed ik al eigenlijk heel goed. Helaas vond ik zelf dat ik niet scherp genoeg was in die etappe. Maar in ieder geval was wel al genoeg om meteen geplaatst te zijn voor de selectie. Dan is daar ook meteen focus op zaterdag voor de omloop. Zondag hebben we dan echt nog echt een pittige etappe gehad in Houtervaar. Die was 210 kilometer of 205 kilometer. Echt heel veel klimwerk. Echt in vorm rijden. Toen mocht ik terug naar België, Nederland, om het zo maar te zeggen. Ik ben Belgisch ploeg rijden we. Ja. Rij ik. En de helft die bleef er nog, want die moest Provence nog rijden. Ja. Dus. Je zei na afloop van je monstervlucht in de omloop van, ik voelde me de hele week, voelde ik me al goed. Wanneer kwam dat gevoel eigenlijk? Wanneer wist jij van, nou, deze benen, die heb ik al lange tijd niet meer gevoeld? Ja, eigenlijk in Houtervaar al. Daarom vond ik zelf dat die eerste etappe gewoon niet scherp genoeg was, want er had veel meer in gezeten. Ik had Slachten niet verslagen, die rit, want die was gewoon oppermachtig. Maar er was gewoon een top 20 klassering zat erin. Het kwam er uiteindelijk niet uit. De zondag heb ik echt de reserves gereden. Moet ik zeggen, was ook wel een pittige rit hoor. Dus. Omdat je wist dat je de omloop al ging rijden, zeg maar? Ja, je zit er wel mee in je achterhoofd. Maar ik moet erbij zeggen dat ik toch een beetje lichte krampen kreeg. Zeg maar. Het was best wel een warme dag die zondag in Zuid-Frankrijk. En het was gewoon een goede dag om alle puntjes op de i te zetten voor. Uiteindelijk heb ik dan woensdag met een klein groepje, waren maar met z'n vieren, hebben we dan de omloop verkend. Ja. Deels. En, was nog een bekend terrein voor jou? Was nog? Ja, wel bekend terrein. Maar toch, het is altijd wel belangrijk om even elke centimeter te gaan verkennen. En dat. Dan kan je eigenlijk al een beetje gaan focussen op de wedstrijd zelf. En ja, ons doel was gewoon met ons hele team om in een vroege ontsnapping te zitten. In ieder geval eentje. En dan zitten we daar uiteindelijk met z'n drieën. Dat was wel. Had je toen ook al wel in gedachten van, ik ga die dag, wil ik ook in die vroege vlucht gaan zitten? Nou, we hadden met ploeg Veranda Willems hadden we die avond ervoor ploegbespreking. En dat was echt het doel om met z'n achter mee te springen. Toen werd er wel al door Sammy Moreels onder andere al gezegd van, ja, Reus, hou jij je toch een beetje proberen te sparen voor een finale te gaan rijden. En zie maar hoe het gaat. En ik heb echt wel even in dubio gezeten voor de start van, ga ik mee, ja of nee. Ja. Uiteindelijk ga je dan gewoon automatisch, automatisme wordt het dan. En ja, ik schoof mee eigenlijk in de eerste ontsnapping. En ja, ik ben eigenlijk niet meer in het peloton geweest. Dus, Je hoort wel eens van renners die zeggen, die voelen zich in het begin van de rit voelen ze zich hartstikke slecht. En vervolgens weten ze te winnen of rijden ze nog hartstikke goed in die finale. Hoe zat dat bij jou? Ja, ik was die dag ervoor op vrijdag gingen we nog even 2 uur losrijden. Ja. Nog even over de Haaghoek en zo. Onder andere Leeberg op. En Paddenstraat zijn we nog even wezen verkennen, onder andere. En ja, ik vloog toen over die kasseitjes en over die bergjes. Toen wist ik al van, ja, morgen is mijn dag. Deel je dat dan ook met mensen? Zeg je tegen je ploegmaat of zien die dat? Nou, het is best wel raar, want ik heb dat gevoel echt, net is jaren terug dat ik het gevoel echt weer gehad heb. Ik heb wel vaker van die dagen gehad in mijn carrière, maar het is gewoon te lang terug om dat weer echt te erkennen, zeg maar.
En dat was wel een beetje een toch wel een raar gevoel, zeg maar. Dus dan ga je dat ook niet meteen delen met je collega's. Maar ja, mijn collega's zelf zeiden al met inrijden van nou, Reus die vliegt. Dus, Dat is... Het was misschien even wennen dat je dat gevoel weer had. Om het dan te zeggen. Ja, echt. Dat was echt wennen. Ja. Dat was echt zo van... Ja, ik ben eigenlijk... augustus 2014 heb ik een streep gezet onder alle ellende die ik heb meegemaakt. En, ja. En dan heb je ook weer je valpartij, je moeder. Ja, onder andere, ja. Ja. En ik ben toen heel gedisciplineerd, ben ik weer terug gaan werken. En ja, dan ben je anderhalf jaar verder en dan heb je weer die dag. Dat is wel echt mooi, je kan niet op een omloop. Toen jij vorig jaar naar Frans ging, toen... Nou, nam ik contact op met de teammanager daar. Die vertelde me al van... Ja, die Kai, ik denk dat hij nog kan om terug te komen. Ik wil eerlijk zeggen, ik denk van... Ja goed, laten we het eens bekijken of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Je hoort natuurlijk wel vaak van die verhalen. Maar we moeten hem toch maar gelijk geven. Dat in ieder geval voor nu het in ieder geval wel naar uitziet dat dat is gelukt. Want... Ja, nou ja, één zwaal maakt nog geen zomer. Ja. Dat realiseer ik me ook. Precies. En dit is alleen maar een mooie bevestiging. Ja. Inderdaad, dat mag je de ploeg zeker meegeven. Het vertrouwen wat ze me toen al gaven, zeg maar. En vorig jaar ook. Vorig jaar heb ik eigenlijk alleen maar in dienst gereden van onze twee toppers toen. Dat waren Gert-Jan Biel en Dimitri Kluis. Ja. En alle andere renners ook trouwens. Die inmiddels niet meer bij de ploeg zitten? Er zijn heel veel weg bij ons in de ploeg. Mm-hmm. Maar we hadden wel echt een vaste kern voor jou van 8-9 renners die toch wel echt al 1.1, 2.1 reden. En ik wist ook gewoon van ik moet dit doen. Gewoon veel op kop rijden voor de jongens. En het liep gesmeerd. En dan hoop je eigenlijk gewoon ook voor dit jaar weer een goed team neer te zetten. Ja. Tenminste, dat vanuit Yvan de Schampelaar, ons teammanager, heeft dat dan gedaan samen met trainer Christophe de Kegel. En dan ga je de winter in. En dan voelde ik al die bagage van vorig jaar van het draait, weet je. Ja. En dat zagen hun ook. En toen begonnen ze ook al af en toe te lachen in de auto van dat gaat wel goed komen, weet je. Uh-huh. En, maar het team draait dit jaar gewoon weer zo. Zo superieur, dat is gewoon, dat mag wel gezegd worden, vind ik. We worden dan weggestempeld als klein ploegje. Maar ook in de Belgische pers is te zoeken in de kolommen naar Frans. Dus ondanks dat je hebt het zelfs op je mouw staan bij het nieuwsblad, jullie geloof ik gesponsord. Is het wat dat betreft qua aandacht? Heel veel mensen denken van. Maar trek je dat aan? Vind je dat erg? Nee, ik lig daar niet wakker van. Precies. Maar waarom zou ik? Kijk, Nieuwsblad is inderdaad een sponsor van ons, maar dat mag je niet zeggen als reden geven dat wij zaterdag gereden hebben. Want we zijn vorig jaar vijfde in de Europe Tour ranking geëindigd en we hebben meerdere pro-continentale ploegen achter ons gelaten die ook zaterdag in de omloop reden. Dus ik geloof elfde in de Europe Tour? Echt vijfde. Ja. Maar de ploeg als MT en Quebeca, noem ze maar op, die stonden allemaal onder Frans Willems. Ja. Dus we hebben gewoon echt zo'n steengoed gereden vorig jaar en dat doen we nu ook alweer. Met Timothy Dupont bijvoorbeeld, die wint, hij begon eigenlijk al, geen wegkoers, de strandrace Egmond-Pierre-Egmond won die. Dat is dan al een eerste overwinning, zeg maar. Ja. Ook al reden wij er dan wel niet, maar dat geeft al aan. Dat is gewoon ook een steengoede rennen. Net zoals de rest, die moet je ook niet onderschatten. Nee. We zitten nog niet met z'n drie erbij. Dus, Laten we nog even teruggaan naar afgelopen zaterdag, want we praten hier alsof het sprookje helemaal of compleet was. Was natuurlijk helemaal niet het geval. Nee. Ja, je rijdt lek in de laatste 30 kilometer. Paddenstraat. Ja. Slechter kon niet. Eigenlijk moet ik nog weer verder teruggaan. Ik zit in ontsnapping. Het was een koude dag. Er stond een hele snijdende oostenwind stond er. Daar ben je dan ook op gekleed. De voorbereiding ook. Al eigenlijk gewoon goed insmeren. Ook al van want het is toch die rijwind die je hebt. En dat was het gewoon toch gewoon de eerste 100 kilometer gewoon goed warm houden. Ja. En toen had ik ook al in mijn hoofd van, ik kwam al naast de ploegleiders rijden van, ik zeg dit zo. En toen wist hun genoeg van, oké. Zit goed. Zit goed. Dus toen kregen ook mijn twee mede-collega's, Brecht Dane en Stefan Summeren, de opdracht om mij goed uit te spelen.
Maar ik was te ongeduldig. Nou, ik moet zeggen, ik was niet te ongeduldig. We hebben gewoon goed tempo blijven rijden. Ik heb een beetje kunnen sparen. En toen ben ik de Kruisberg op tempo gaan rijden om de kopgroep een beetje stuk te maken. Toen kreeg je eigenlijk alleen Gouchard mee, dacht ik. Ja, Gouchard. Die reed ook verschrikkelijk sterk. Die was ook heel sterk. We waren zeg maar hetzelfde niveau. Ja, absoluut. Zeker. Als je kijkt waar hij uiteindelijk eindigt. Ja, nou ja, dat is zuur. Ja. Maar uiteindelijk misschien ook wel weer een mooie bevestiging van het had gekund. En... Ja, want je rijdt lek. Weet je wat uiteindelijk... gewoon een steentje... Heb je daar nog naar Heb je daar nog naar gekeken wat het was? Of wil je dat niet weten? Nou ja, weet je. Je weet gewoon op dat moment... dus als een Formule 1, zeg maar. Je rijdt lek in zo'n wedstrijd. Dan is dat gewoon gebeurd. Ik vroeg mezelf nog wel af. Hoe goed was je op dat moment? Was je nog fit genoeg om die hele 30 kilometer bij die 5 te blijven? Zoals Gouchard deed bijvoorbeeld? Zegt hij natuurlijk ja. Ja, nee, maar al was het niet zo geweest, dan weten de mensen ook wel, die kennen mij ook, want dan zal ik nee zeggen. Ja. Ik was gewoon echt goed. Weet je, wij reden samen, Gouchard en ik reden ook voor, Van Avermaet, Sagan. Ja, die komen dan bij jullie. Ja, die hadden puur moeite mee om bij ons te komen. En eigenlijk het stuk Het duurde inderdaad heel lang voordat ze jullie uiteindelijk te pakken hadden. Ja, maar op een gegeven moment zei ik ook tegen Gouchard, want toen kwamen ze op 15 seconden. Ik zeg, laten we nou maar gewoon lekker wachten. En toen hebben we ook een beetje op reserves gereden. Hij bleef nog wel doorrijden. Ik denk, we sluiten zo aan. En weet je, we hebben de koers gemaakt en dan is het gewoon afwachten. En sparen. Ja, en ik was goed. Hoe vaak heb je teruggekeken? Heb je teruggekeken de... Nou, ik was van plan helemaal niet terug te kijken. Waarom niet? Nou ja, weet je, volgende wedstrijd weer. Ja, punt. Ja, toch knoppen om en weer door? Ja, eigenlijk wel. Maar wat ik na de finish over meegekregen heb, toen realiseerde ik me wel even zo. Oké, ik heb toch wat moois neergezet. Ja. Tijdens de rit had je dat... En dan zie je zo in focus. Ja, precies. Dan zit je echt zo in focus. Ik hoorde, op een gegeven moment werd het wel het publiek werd steeds enthousiaster. En... dat merk je wel, waren ze alleen maar mijn naam aan het schreeuwen. Zo op die bergen en zo. Dan denk je wel van, oké. Wat doet dat dan met je? Wat maakt zoiets bij je los? Nou, dat is... Ga je er harder van fietsen? Nou, ga je harder van fietsen? Nee, je blijft gewoon geconcentreerd. Ik had die hele rit al in mijn hoofd. Want op de donderij, daar was ik al van plan gas te geven en gewoon... weg te rijden en degene die in mijn wiel blijft, prima, weet je. Ik voelde me ook de sterkste in de kopgroep. Het klinkt misschien een beetje zelfverzekerd, maar dat het zo voelde. Dat voel je in een kopgroep of je goed je rijdt. En ik wist ook dat ze in het peloton daar gingen koersen. Dus dan moesten wij ook gaan koersen. Goed. Dan komt de media, die valt over je heen, zoals je dat zegt. Veel aandacht voor je op social media, gaat het los. Wat hoorde je vanuit het peloton? Zijn dan mensen die... Oh. Ik heb er eigenlijk niet echt bij stilgestaan, weet je. Dat moet toch wel een lekker gevoel zijn? Ja, absoluut geeft het een lekker gevoel. Het is gewoon een mooie bevestiging. Maar ik realiseer me ook wel dat dit een mooie bevestiging is. Maar de volgende wedstrijden die wachten weer. Ja. En ik blijf me daar ook op concentreren. Ja, je staat op de... Althans, we zagen op de website dat je op de deelnemerslijst staat voor morgen. Voor Le Samijn. Maar het schijnt niet het geval zijn. Wanneer gaan we jou weer in actie zien? Nou ja, ze hadden me graag zien rijden inderdaad. Ze waarschijnlijk ook de koersen, bijvoorbeeld de driedaagse Vlaanderen, die had het waarschijnlijk ook heel graag gewild. Maar we hebben bij Fran Willems gewoon gezegd van we houden ons aan ons plan. En dit is het. We gaan ons focussen op Ronde van Drenthe, wordt dan weer mijn eerste koers. En die is over 2 weken. Die is over 2 weken. Volgende week zaterdag. Zaterdag. Ja. Met deze vorm natuurlijk wel een lekkere wedstrijd voor jou, denk ik. Zeker een lekkere wedstrijd. Ik moet erbij zeggen, ik heb hem 3 keer gereden. Ik heb hem nog 3 keer nog nooit goed gereden. Dus voor mij alleen maar een extra motivatie. We hopen nog 3-daagse de pannen te kunnen starten met Van der Willems. En dan, eigenlijk zijn dan de maanden april, mei, juni. Dat was het doel. Maar dan heb je goede benen nu. Zou je dan niet zeggen van, ik ga nu juist koersen, want deze vorm, misschien krijg ik hem nooit meer, of weet ik van wanneer ik hem weer krijg? Nee, ik ga hem nog een keer krijgen, daar ben ik van overtuigd. Ja? Ja, zeker. Ik ben gewoon weer goed bezig. En we houden echt ons op een plan, samen met trainer Christophe de Kerel van de ploeg. Dit is het. Hij zegt, je mag rijden. Het kan een bonus zijn, maar hij zegt, ik snap ook goed dat we aan ons plan houden. Ja. Dus... Ja. Hey, er kwam er ook naar buiten dat je van de winter getest zou zijn of bent door de schaatstak van Lotte Jumbo.
dat Richard Plugge jou niet wilde bij de ploeg of zag van we hadden je niet nodig. Zijn er nu, na aanleiding hiervan, weer nieuwe ploegen die toch aantikken, aankloppen? Er zijn meer ijzers in het vuur, inderdaad. Ben je in gesprek? Ik laat me daar niet over uit. In ieder geval, wat ik er nog wel over wil zeggen is dat ik inderdaad bij Ori heb getraind en getest. En die heeft me goed afgezet bij Van der Willems. En ben daarna met trainer Christophe de Kegel ben ik verder gaan werken. En Ori met een schijnoog kijkend en af en toe met zijn aanwijzing. Maar ik hou me aan de schemers van Christophe de Kegel. Ja. Dus, heb je nog wel de ambitie om hogerop te gaan? Naar een pro-continentale ploeg of juist misschien wel World Tour te gaan nog? Dat is het absolute doel. Ons rijk zaten er ook niet zo de straatstenen eruit. Ja. Kijk, je moet het zien misschien als een goede sportauto, zeg maar, die beschadigt en die 10 jaar moet gereviseerd worden. Alleen ja, er komen meerdere monteurs aan te zitten en elke monteur doet er iets aan vast of iets aan maken en uiteindelijk krijg je het resultaat. Ja. En Ori is dan in dit geval de monteur die de juiste boutjes heeft weten? Ja, en bij Christophe de Kegel ook. Maar nog eventjes, hou je rekening met een overstap? Ga jij de klassiekers rijden voor een grote ploeg of misschien zelfs een grote ronde dit jaar? Hoeveel rekening hou je daarmee? Nee, ik hou er nu geen rekening mee, want ik ben nu in dienst van Van der Willems. Het contact wordt opengebroken daarover, dat willen ze graag. Je bent een continentale renner, dus je mag een wilde ploeg, pro-continentale ploeg, kan je ieder moment overnemen. Dat zou ter alle tijden kunnen, maar ik zou het heel graag willen, maar realiseer me ook wel dat de maanden november en december, die zijn eigenlijk om de materialen, de kleding en alles gewoon aan het nieuwe team te wennen. Ja. Daar zijn die maanden voor. Hè? Maar het is natuurlijk wel vaker geweest. Vorig jaar nog Dennis van Winden. Dennis van Winden bijvoorbeeld, die zo bij Lotto aan de slag kon. Natuurlijk. Weet je, als het kan en ik voel me er goed bij, dan ga ik het absoluut doen. Maar ik rijd nu voor Van der Willems en ik heb het goed naar mijn zin. En ik denk dat er meerdere renners, dat heb ik althans al gehoord van de winter, waren honderden renners die daar voor die ploeg wilden rijden. Want het draait als een geoliede machine. Hoe groot is de kans dat jij nog die overstap gaat maken naar een nieuwe ploeg, naar een ploeg hogerop? Einde van het seizoen, daar ga ik 100% voor. En hoe het er nu voor staat is... Maar je bent in gesprek? Ik laat me daar niet over uit. Wat kun jij nog toevoegen aan... Of tenminste, wat kun jij toevoegen, laat ik dat zo zeggen... aan World Tour of pro-continentale ploegen? Nou ja, dat heb ik denk zaterdag ook wel gezien. Jawel, maar in wat voor soort rol zou je jezelf zien? Dat hangt ook een beetje van de ploeg af. Ik heb veel ervaring... weet wat hoe het is om hard te moeten knokken om dit niveau aan te raken. En weet hoe ik wedstrijden moet winnen. Ja. Dat heb ik in het verleden vaak genoeg gedaan. Dus ja, ik heb een pak met ervaring. Ik sluit ook niet uit dat ik voor een eventuele kopman een mooie finales kan rijden. Of misschien wel zelf. Dus, heb je een visitekaartje afgegeven? Ik heb een visitekaartje afgegeven, maar ik realiseer me ook wel. Hè. Ik blijf zeggen, met beide benen op de grond blijven en hard door blijven werken. Ja. Flavio, je zit hier aandachtig te luisteren. Ja. Als jij een teammanager zou zijn, of je kent teammanagers, je weet hoe het er aan toe gaat. Zou je dan zo'n man... dan nog kunnen oppakken? Ik denk dat Kai zeker een inspirerende renner is voor een ploeg. Kijk naar Reiniger. Dat is echt het hele verhaal natuurlijk, wat je zegt. Van een man die het diepste dal dat van het leven al heeft gezien en daaruit op is gekomen. Ik vind een mooi voorbeeld Reinier Honig. Die is van onschatbare waarde bij Roompot. Juist omdat het een knokker is die van heel ver is moeten komen. Een ploeg eigenlijk waar hij goed bij zou passen. Ja, zeker. Hebben ze ruimte? Ja. Denk ik niet, hè? Nee, denk ik niet. Nee. Zou de ploeg zijn die bij jou past, laat ik het zo zeggen? Nou, ook daar laat ik me niet over uit. Waarom niet? Je kon het zeker proberen. Waarom niet? Ik vind dat er nu niet reden toe om het erover te hebben. En het enige wat ik er wel aan toe wil voegen is dat... mijn motor, om het zo maar te zeggen, die heeft niet geleden. Nee. En de motor en de geest, dat werkt niet meer goed samen. Dus eigenlijk ben ik gewoon nog een nieuwe, frisse renner die nog niet opgebrand is. Dus,
Klaar voor de volgende stap. Ja. Echt klaar voor de volgende stap. En laten we hopen dan dat de teammanagers nu zitten te kijken en... Ja, en weten dat jij er in ieder geval klaar voor bent. Anders blijf ik bij. Dan blijf ik gewoon mooi bij Fran de Wilms rijden. Want ik heb het gewoon echt puur naar mijn zin ook bij die ploeg. En laten ze me dan aan het einde van het seizoen oppikken. Ja, goed. Laten we even teruggaan naar de wedstrijd. Vanavond maat wint hij uiteindelijk. Dat zouden we bijna vergeten. Toch wel een mooie winnaar gezien het koersverloop. Is dat, ja, Kai, om nog één keer terug te komen bij jou. Is het dan ook iets waar jij dan nog zegt van, nou, als dan iemand had moeten winnen. En het is van Avermaat. Met zijn geschiedenis in België van de eeuwige tweede. Kan je daar dan ook nog een soort van tevredenheid mee hebben? Of heeft dat niet zo bij een topsporter? Of is misschien een renner die je totaal niet kan luchten of zo? Ja, dat kan natuurlijk ook. Oh nee, het is een hele sympathieke vent. Is het. En sowieso, ik had het ze alle vijf gegund, weet je. Misschien had ik die Valsman nog wat meeste gegund, omdat hij zo lang in de aanval was. Weet je, prachtige winnaar. Dus ja. Maar ja, als dat was de wereldkampioen geworden, dat is natuurlijk ook een visitekaartje. Zomaar die mooie regenboogstreep. Ja, je hebt hem van dichtbij kunnen bekijken. Ja, ik heb in Seville gezeten. Ja, precies. Was het om achterom te kijken en dan zie je opeens Sagan aankomen rijden? Heeft dat nog een speciaal gevoel? Of is dat dan van... Ja, dat klinkt ook gek. Ik ben ook niet de persoon die tegen mensen opkijkt. Ik vind het prachtig natuurlijk met zulke namen te rijden. Hè. Dat moet ik niet ontkennen. Maar op het moment dat je erin zit, zeg maar... Maar eigenlijk... Je hoort en je ziet de borden, zeg maar, van dat ze eerst 13 seconden achter je zitten. En dan loop je weer uit en dan komen ze weer bij je. En dan zit je wat te denken van, god, hoe hard rijden wij eigenlijk? En dan uiteindelijk dan sluiten ze aan. En dat was bij mij eigenlijk van, oké, leuk. Hè, het zijn concurrenten van me. Omschakelen, focussen en lekker in het wiel blijven. En je kans afwachten. Ja. Nou ja, dan strandt het helaas op de paddenstraat. Maar ja, weet je... Waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Jij bent een van de weinige renners, misschien wel de enige, die in dit tijdperk rijdt en die een tijdje uit is geweest, maar ook in het oude wielrennen tijdperk heeft gereden. Hè? Om het maar even zo te noemen. Ja, ja. Merk jij een verschil? Heb je het idee van de sport is wel echt anders nu? Ja, want je hebt wel de aansluiting. Ja, ik vind het heel lastig om daar een oordeel over te geven. Ik ben er al meerdere keren uit geweest. Hè? Ik heb een heel rumoerige jaar gehad, waar ik ook totaal het allemaal langs me heen gegaan is. Ik heel eerlijk gezegd, ik kan er slecht over oordelen. Als zou het wel zo zijn, dan is het zo. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Ik vind het een heel moeilijke uitspraak. Ja. Ja. Ben jij trouwens echt beroepsrenner? Ik bedoel, leef je ervan? Of ben je... Ik word nu weer echt een beroepsrenner. Dankzij deze weken? Ze kunnen bij Fran de Wilms ook niet anders dan mij nu een betaald contract geven. Ik was hiervoor inderdaad, ik moest het waarmaken. Ja. Nou ja, ik heb het waargemaakt. Is dat dan eigenlijk de grootste overwinning van het weekend? Voor jou? Het is een opluchting. Moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Het is wel een heel gevecht geweest, ook financieel. Daarin ben ik heel eerlijk in. Ik heb een hele goede co-sponsor heb ik gehad, zeg maar, die mij al die tijd gesteund heeft en nog steeds steunt. Dit is alleen maar fijn om, zeg maar, wel deze bevestiging te krijgen. Ja. Wat extra zekerheid ook blijkt. Extra zekerheid, ja, absoluut. Dus je krijgt ook een andere licentie, hè? Professional A. Nee, wij zijn Continental. Ja. En dan blijven we gewoon Prof B licentie. Ja. Prof B, oké. Ja, als je wilt toeren, dan ga je een Prof A licentie. Oh, okay. En nou, we mogen wel allebei in hetzelfde kampioenschap uitkomen, gelukkig. Want maar je weet niet hoe het zit, dus die nieuwe licentie. Heb je het uitgezocht? Nee, ik heb zelf al wieltoer gereden, ik weet hoe die regelgeving is. Ja. Dat hoef je mij niet te vertellen. Nee.